Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 november 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Deze uitzending wordt opnieuw ondersteund door tekst. Dit keer is dat met dezelfde instellingen als gisteren. Op één detail na, de centrale frequentie is 350 Hz. Dus Contestia met de settings aangepast of customized. 125 bandbreedte, 2 tonen, synchronisatie 8, FEC 4 en inclusief start-stoptonen. Dus Contestia 125, 2 tonen, synchronisatie 8, forward error correction 4, inclusief start-stoptonen en een frequentie van 350 Hz. Ik had er eerder al aandacht aan willen besteden, maar als ik het goed heb, na 20 jaar stopt PD1-ALO binnenkort met de Gooise Ronde. Hij kondigde dat al eerder aan, maar heeft afgelopen zondag ook een datum genoemd. Berend zoekt volgens mij nog iemand die het van hem wil overnemen. Goed, gaan we beginnen met de nieuwsgading. Begin ik ten eerste plaats over deze Gooise Ronde. Zoals u weet gaat de rondeleider PD1-ALO stoppen met de ronde. Er is tot nu toe nog geen vervangende rondeleider gevonden. Misschien dat het nog gaat komen. We hebben nog eventjes de tijd. En ja, dat betekent wel voor mij dat ik een datum heb moeten prikken ja, om de laatste Gooise Ronde te doen. Want ja, anders weet ik het wel. Dan ga ik gewoon door. En dat doen we dus eventjes niet. Ik heb besloten om 29 november, dat is op de zondag, dat is over 4 weken... de laatste Gooise Ronde te gaan draaien. Dat betekent ook dat ja, waarschijnlijk de hele Gooise Ronde gaat stoppen. Nou, dat hoop ik dus niet. Ik hoop natuurlijk dat ik nog iemand kan vinden die de ronde wil overnemen elke zondag. En met zoveel enthousiasme wil doen als ondergetekende. Je neemt natuurlijk wel een redelijk grote regionale ronde op. En ik heb altijd als stelregel genomen, het is een lokale ronde. Er is mij regelmatig gevraagd om de ronde op de repeater PI2-NOS te doen. Ik heb daar letterlijk en figuurlijk nee op gezet om de doodeenvoudige reden dat ik altijd de Gooise Ronde een lokale ronde heb willen houden. Dat is me redelijk gelukt. Al is het wijd en verspreid over de regio en over Nederland dat de ronde hier op 12 uur wordt gedraaid. Maar goed, het betekent gewoon dat 29 november ondergetekende op het stokje over gaat dragen of absoluut gaat stoppen met de ronde. Het nieuws sneeuwde een heel klein beetje onder door alle nieuws rond 60 meter van de afgelopen dagen. Maar afgelopen maandag begon ook de WRC 2015. Ook op die conferentie wordt over 60 meter gesproken overigens. Agentschap Telecom schrijft over de conferentie op haar website. De conferentie in Genève duurt tot 27 november en duurt dus zo'n 3,5 week. Agentschap Telecom is aanwezig om de belangen van Nederlandse belanghebbenden te behartigen. Eens in de 4 jaar wordt er zo'n WRC gehouden, zo schrijft agentschaptelecom.nl. Tijdens deze internationale gerenommeerde conferentie overleggen lidstaten van de Internationale Telecommunicatie-Unie met elkaar over de verdeling en de bestemming van frequenties in het radiospectrum. Dit is nodig omdat er meer belangstellenden zijn dan frequenties. De internationale belangen zijn groot en de belangen van Nederland worden hierbij dus behartigd door Agentschap Telecom. Centrale thema dit jaar is de toekomstige bestemming van frequenties in de ether. De volgende onderwerpen staan daarbij op de agenda. Mobiele communicatie, satellietcommunicatie, omroep, wetenschappelijk spectrumgebruik, astronomie, extra spectrum voor onbemande vliegtuigen en verder AIS, het wereldwijde systeem voor het automatisch identificeren en volgen van het scheepvaartverkeer. De Nederlandse delegatie bestaat uit 16 mensen. Naast experts van Agentschap Telecom gaan er ook vertegenwoordigers mee van diverse Nederlandse belangenverenigingen, van het bedrijfsleven en de ministeries van Economische Zaken en Defensie. Agentschap Telecom zal de komende weken geregeld via haar Twitter-account de mensen op de hoogte houden. Zoek daarvoor eventueel op Twitter naar Agentschap Telecom of kortweg naar Agentschap T. Specifiek voor zendamateurs verstuurt de Engelse RSGB-updates ook vanaf de conferentie. En ook via Twitter via de account TheRSGB, dus T-H-E-R-S-G-B. Dat laatste staat overigens ook te lezen op hamnieuws.nl. Gmail gaat automatisch antwoorden op e-mails genereren, zo is te lezen op security.nl. Het is weer een nieuwe variant op sites als Facebook en Twitter, waar een algoritme bepaalt of je een post van iemand waar je op geabonneerd hebt ook werkelijk te zien krijgt. In de meeste gevallen is dat overigens dus niet zo.
Security.nl gaat verder over Gmail. Om ervoor te zorgen dat Gmail-gebruikers sneller e-mails kunnen beantwoorden en meer tijd overhouden, gaat Google deze week een nieuwe feature uitrollen, genaamd Smart Reply. In dit geval zou Google voor e-mails die met een korte reply kunnen worden beantwoord, suggesties aandragen. Via een tab kan het antwoord vervolgens worden verstuurd. Smart Reply stelt daarbij 3 mogelijke antwoorden voor, gebaseerd op de e-mails die een gebruiker ontvangt. Voor de e-mails die alleen een snel antwoord vereisen, hoef je niet meer na te denken en kan het kostbare tijd besparen, zegt software-engineer Belen Miklos. Om de antwoorden voor te stellen maakt Google gebruik van machine learning, zodat de inbox de e-mails herkent die een antwoord nodig hebben en wordt er in real-time dus een antwoord gegenereerd. Tot zover security.nl. Een mooie feature. En geheel in lijn van de gedachtegang van de systeembeheerder bij het bedrijf waar ik vroeger werkte. Die vond al die gebruikers maar lastig. Zonder de gebruikers die allemaal uitzonderingen en gekke dingen wilden, werkte dat netwerk namelijk prachtig. Binnenkort zien we dus Gmail-accounts geheel zelfstandig met andere Gmail-accounts mailen en zijn de eigenaren van die accounts dus helemaal niet meer nodig. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.